Nog lang niet overal goed mobiel bereik in Zeeland. Het is maandag 31 oktober. Dit is Zeeland Nu. Zoeken naar een plekje met bereik in Cats. Aantal woninginbraken in Zeeland gehalveerd. En treuren in de kelder van het amateurvoetbal. Goedenavond. We hebben er allemaal wel eens last van. Geen mobiel bereik. Maar op sommige plekken in onze provincie is het bereik wel heel erg slecht. Bijvoorbeeld in Cats, Kattendijken en Hoofdplaat. In die dorpen kunnen de mensen vaak moeilijk of slecht bellen. Blijkt uit een onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Aan de overkant van deze akker ligt Cats. Een dorp met een dorpshuis, een oude kerk en een eigen manier van bellen. Je ziet al continu mensen buiten lopen gewoon te bellen omdat het binnenhuis niet mogelijk is. Je moet al of tegen het raam aanstaan of inderdaad naar buiten lopen om nog een beetje te kunnen verstaan. Ik zag u net al over straat lopen met uw mobieltje in de hand. Wat was u aan het doen? Kijken of ik gebeld kon worden, want het is gewoon drama. Geen bereik, dus binnen niet, alleen buiten. Het is al zo dat u zelfs in huis al een paar plekken weet waar u misschien bereik heeft. Ja, in sommige hoekjes, ja. Nou, dan moet ik echt stilzitten, want gesprekken die verbroken worden, heel vervelend. Gesprekken die zijn sowieso niet te voeren, dat is niet te verstaan. En ik was ook eigenlijk net aan het flyeren voor mijn kat die een paar dagen vermist is en heel bewust al voor gekozen om niet eens het mobiele nummer erop te zetten, want dan kun je toch niet opgebeld worden. Thuis heeft u dus geen bereik. Heeft u daar overal last van? Ligt het misschien aan uw toestel? Nou, ik denk het niet, want ik ben in het voorjaar op vakantie geweest in Azië, precies in Indonesië. En zelfs daar midden in de jungle had ik tot mijn stomme verbazing nog volop bereik en ik kon gewoon bellen. In het bereikbaarheidsonderzoek geven bijna alle invullers uit Cats hun bereik een dikke onvoldoende. Gemiddeld een 3,2. En dat maakt de provider niet uit. Hiervoor Vodafone, nog slechter bereik. Overgestapt naar Tele2. Nou, ook waardeloos. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Overweegt u ook om over te stappen naar een andere provider? Nee, want die zijn nog veel slechter. Nee, die ervaring is er. Ook als je met andere mensen daarover spreekt. Het netwerk is gewoon altijd slecht. Het bereik is hier gewoon heel slecht. Het is voor mij echt onbegrijpelijk dat dit hier in Nederland speelt, in een van de rijkste landen van de wereld. Ja, verschrikkelijk, waardeloos, onbegrijpelijk. Bij mij in de studio verslaggever Niels Schuurbis. Het is duidelijk, hè? De mensen zijn erg ontevreden over het mobiel bereik bij hun in de regio. Ja, en geef ze eens ongelijk. Ik bedoel, kun je je toch niet voorstellen dat je thuis niet kan bellen, dat je in een hoekje van de kamer moet gaan staan of zelfs de straat op moet lopen in de hoop dat je je gesprek kunt afmaken. Dat is gewoon slecht. We hebben dus samen met de andere regionale omroepen en de NOS een onderzoek gedaan, hè, naar de mobiele bereikbaarheid. Je hebt dat gelezen. Wat valt daarin op? Ja, we zagen net Cats en dat is dus echt zo'n dorp wat een witte vlek is op de bereikbaarheidskaart van Zeeland. Wat opvalt is dat er meerdere dorpen zijn, je noemde ze al eventjes, in Zeeland waar je slecht of weinig of zelfs helemaal geen bereik hebt. En die zijn verspreid over heel de provincie, dus dat valt wel op. Ja, nou is onderzoek gedaan in heel Nederland. Hoe doet Zeeland het ten opzichte van de rest van het land? Nou, we hebben de Zeeuwen gevraagd hun bereik een cijfer te geven. En Zeeland is daar in de middenmotor, komen gemiddeld uit op een 5,9. Onze buurprovincies, dat zijn echte uitschieters. Noord-Brabant staat onderaan het lijstje met een, en dan kijk ik even op mijn blaadje, een 5,1. Terwijl Zuid-Holland juist er het meest tevreden is met een 6,9. Nou, wij dus een middenmotor in Zeeland, maar zelfs in onze provincie zijn de verschillen ook heel groot. Aan het onderzoek deden 1565 Zeeuwen mee. Per dorp is een gemiddeld cijfer berekend voor het mobiele bereik. De invullers van de enquête geven gemiddeld Bruinisse met een 8,3 het hoogste cijfer. Op plek 2 en 3 staan Vlissingen en Arnhem-Muiden. Onderaan de lijst staan Kattendijken met een 2,9, Cats met een 3,2 en Zuiddorpen met een 3,4. Dat zijn gemiddelde cijfers van de beoordelingen van de inwoners van alle providers. Op de plaatsen onderaan de ranglijst geven mensen aan thuis geen of weinig bereik te hebben en soms zelfs het huis of het dorp uit te moeten om mobiel te kunnen bellen. Deze onderzoeksresultaten liggen in de lijn van een eerder onderzoek van de provincie Zeeland. Ja, de resultaten zijn dus redelijk vergelijkbaar met een onderzoek van de provincie eerder. Is er dan wel iets veranderd? Nou ja, die slechte bereikbaarheid van sommige kernen die is nog steeds. Dus daar moeten we concluderen dat daar niks verbeterd is. Wat uit dat eerder onderzoek kwam, was dat de bereikbaarheid op de stranden ook te wensen overliet. En daar heeft Vodafone toen masten op het strand bijgeplaatst. Dus dat is dan wel aangepakt. Maar voor de rest lijkt er dus nog weinig verbetering in te zijn. Maar gaat die bereikbaarheid verbeteren? Ja, we mogen het wel hopen. Vodafone was vandaag bij ons de gast in de radio-uitzending. En die hebben toen gezegd dat ze het komende jaar 5 tot 10 masten bij willen plaatsen. Kijk. Nou, gaat dat gebeuren, dan gaat dat waarschijnlijk wel helpen. Het is de vraag of het dus gaat gebeuren en wat de andere providers gaan doen natuurlijk. Niels Schuurbiers, dankjewel.
Zeeland is een stuk veiliger geworden. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde criminaliteitscijfers. Het aantal overvallen en straatroven is dit jaar gedaald en het aantal woninginbraken zelfs gehalveerd. Van over de 1000 vorig jaar tot net iets meer dan 500 tot oktober van dit jaar. Volgens de politie komt het door de grotere inzet op plaatsen waar veel criminaliteit is. Zo is er bijvoorbeeld een lokfiets ingezet om fietsendiefstallen op te lossen. Eneco gaat een deel overnemen van energiebedrijf Delta. Het gaat dan om de wind- en zonneactiviteiten. Zo neemt Eneco de 3 windparken bij Vlissingen, Rilland en Zoeterwoude over. Eneco en Delta laten weten dat het niet ten koste gaat van banen en kennis in Zeeland. Burgemeester Bergman van Middelburg heeft aangifte gedaan tegen iemand die hem in een e-mail ernstig beledigd en gekwetst heeft. Volgens Bergman zijn er grenzen aan wat je tegen een bestuurder kunt zeggen. We hebben natuurlijk in Nederland heel snel dat mensen van alles roepen. Hè. Of men dan op internet bij een krantenpagina ergens iets zet. Of gewoon maar wat op internet, op Twitter, sociale media. Alles wordt gebruikt om maar reacties te geven. Ongefundeerd, ongezouten. En ook zonder verantwoording af te willen leggen. Men drukt op de knop enter en daarmee is men klaar. Men beseft niet wat dat aan die andere kant doet. Voor die persoon of voor die groep mensen. En wij hebben gewoon ons werk te kunnen doen. Dat moeten we op een veilige, vertrouwde manier kunnen doen. Zonder bedreiging, zonder belediging. Gewoon ons werk kunnen doen. Een man van 35 uit Aardenburg moet 2 weken de cel in omdat hij zijn partner met de dood heeft bedreigd en verschillende dieren heeft gestolen. Hij heeft ook een taakstraf gekregen van 240 uur. In het Belgische Alter heeft de man onder meer 3 wallabies gestolen. Kleine kangeroetjes. Overigens niet dezelfde als op deze beelden. Ook heeft hij in Breskens kooikarpers gestolen. Daarvoor moet hij 1000 euro schadevergoeding betalen van de rechter. Treuren in de kelder van het amateurvoetbal. Op dit moment zijn Terhole en Aardenburg de 2 ploegen die er het slechtste voor staan. En dit weekend stonden ze tegenover elkaar. Samen bungelen ze onderaan in de 5e klasse. En dat doet pijn bij de supporters. Het is zonde. Amateur tot voetbal, slechte voetballer aan het ogenblik. Ja, dat was. Ik verwacht 3 punten van Drouw. In meer of die minder. Iedereen speelt van dit zijn hart, werkt hard. En de kansen maken we af, jongens. Het is nog een minuutje succes. Kom op, jongens. Spannend potje vandaag, hè? Dat weet ik niet. Ik ken de stand van zaken niet. Het zijn de 2 slechtste clubs van Zeeland op dit moment. Oh, dat weet ik niet. Ja. Want ik woon zelf in België, dus ik weet zelf niet hoe... U gaat er helemaal neutraal in vandaag? Ik altijd. Ah, heel goed. Zo hoort het ook, als scheidsrechter. Jullie mogen kant kiezen. Blijf staan. Blijven staan. Jullie trappen automatisch af. Okay. Op dit moment zijn Terhole en Aardenburg de 2 slechtste ploegen van Zeeland als je kijkt naar de stand. Wat vindt u daarvan? Misschien wel van Nederland. Wat zijn de kwaliteiten van Terhole? Nou, verdedigen, aanvallen en na de wedstrijd is het ook, dan zijn er zeer zeker kwaliteiten. Die kun je niet overheen kijken. Toch is het Aardenburg dat als eerste scoort. Zij komen op 0-1. Aardenburg speelde 3 jaar geleden nog in de 2e klasse. En nu opeens zo goed als onderaan in de 5e klasse. Vindt u niet een beetje jammer dat Aardenburg nu zo laag staat? Ja, natuurlijk. Maar ja, goed. Het gebeurt, denk ik. Ja. Doet dat pijn als Aardenburg supporter? Een beetje wel, maar je blijft wel altijd supporter van je club. Of je nu goed of slecht speelt. Supporter is supporter van je club. Ook voor de supporters van Terhole is het niet altijd makkelijk. Hun club wist tussen 2011 en 2014 zelfs 3 jaar lang geen enkele wedstrijd te winnen. En ook nu gaat het moeizaam. 0 punten uit 7 duels. Maar we zouden wel eens graag willen winnen ook. Dus ik heb die mannen wat geld gegeven van Aardenburg. En komt het wel goed. Hoeveel heeft u ze gegeven? Dat zeg ik niet. Aan mijn zwart geld. Hey. Aardenburg is de minst slechte ploeg vandaag. Zij winnen met 0-1. Al had deze er misschien ook wel in gemogen. Ja. Bent u teleurgesteld dat ze weer verloren hebben? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat mag, hè. Ik begin altijd elke wedstrijd met goede moed van dit kunnen we winnen. Dit gaan we proberen te winnen, maar als dat niet zo is, ja, jammer. We kijken met me. En de zondag nog? De zondag winnen van Hoofdplat. Ja.
Volgens kenners was het een van de zwaarste militaire operaties in de Tweede Wereldoorlog. En toch is de Slag om de Schelde in 1944 een beetje weggemoffeld in ons collectieve geheugen. Maar vanaf dit jaar krijgt de Slag om de Schelde een hele week aandacht in Zeeland en Brabant met een herdenkingsweek. En is dat dan voldoende? Ik denk dat dat voldoende is. Ja, voldoende is om in ieder geval jaarlijks er een week aan te besteden, zodat de herinnering aan die gebeurtenis levendig blijven. They do understand what was done. They do understand the Canadian sacrifice, the Canadian involvement. And that is absolutely wonderful to see. Een slag met een Calimero-complex. Zo zou je de Slag om de Schelde kunnen typeren. Geen mediagenieke, glorieuze beslissende veldslag met tanks en listige tactieken, maar een gruwelijke en moeizame strijd van weken in de kou en in de blubber. Met heel veel slachtoffers. Als je gaat kijken, en dat is relatief gesproken, naar de definitie uit 1945, wat is een oorlogsslachtoffer? Dat was iemand die materiële schade had geleden. Is ongeveer 50% van de Zeeuwse bevolking valt onder die definitie. En dat is het hoogste percentage van heel Nederland. Proportionally. Canadian losses were the heaviest of all the Allied armies, given the numbers of our soldiers that went into battle, the numbers that returned. Een jaarlijks terugkerende herdenkingsweek moet nu de Slag om de Schelde de plek geven in de geschiedenis die het verdient. En bij het landingsmonument in Vlissingen staat onze verslaggever Pim van den Bergen. Pim, waarom is de Slag van de Schelde zo onderbelicht? Ja. Er zijn verschillende verklaringen voor. Ik zal er twee geven. Eén is de propagandamachines van de Amerikanen en de Engelsen. Die gingen op volle toeren. Daarna had je Hollywood met films over D-Day. Maar ook over Market Garden, de Slag om Arnhem. En ja, deze operatie werd door de Canadezen geleid. En die stonden gewoon niet zo in de spotlight. Daarnaast zijn er heel veel burgerslachtoffers gevallen. Breskens, bijna 200 doden door bombardement. Westkapelle, meer dan 150 mensen door de bombardementen. En niet van de Duitsers, maar van de geallieerden. En ja, dat loopt niet lekker. Nee, nu die herdenkingsweek, maar toch zijn er al wel vaker pogingen ondernomen, hè, om die Slag om de Schelde beter op de kaart te zetten. Ja, in 2014 is de Canadese ambassade en de provincie Zeeland die zijn samengekomen. En die hebben besloten om elke 5 jaar een grote herdenking te houden. En dat zou dan voldoende moeten zijn, maar dat was het dus niet. En hebben ze deze herdenkingsweek ook nog eens aan de agenda toegevoegd. Wat gaat er zoal gebeuren in die herdenkingsweek? Nou, er zijn al een aantal dingen geweest. Een toneelstuk voor de jongeren, De Vergeten Slag heette dat, door de Zeeuwse theatergroep. Dan zijn er natuurlijk ook de herdenkingen. In Bergen-op-Zoom is een grote herdenking geweest, maar ook hier in Vlissingen. En je hebt de terugkerende Mallardmars, 700 mensen die van Nieuwdorp naar de Sloedam lopen. En daar waren ook oud-veteranen om te herdenken. De strijders van weleer zijn bijna niet meer te vinden tussen het publiek bij de herdenkingen op Walcheren. Maar juist hier komen de verhalen boven die bij moeten blijven. En ze schoten allebei die Duitsers hier in de hals. En die heb ik zo zien vallen. En ja, daar droom ik soms nog van. Zonen, dochters, neven en nichten, maar ook oudstrijders die oorlogen uitvochten ver van Zeeland vandaan. Zij komen hier om de soldaten te herdenken die de prijs betaalden voor een vrij Walcheren. Ik doe dit dus voor de mannen die toen hier gevallen zijn, omdat ik weet wat dat oorlog is. 18, 19 jaar voor de vrijheid voor ons. Ook blijkt bij deze herdenking dat de Slag om de Schelde een min of meer vergeten slag is. The Battle of the Scheldt is certainly in Scotland didn't get the publicity that other battles got. Een hele week herdenken moet vanaf dit jaar dus de Slag om de Schelde nog meer en permanent op de kaart zetten. Pim, is iedereen nu tevreden? Nee, niet iedereen is tevreden. We zagen al de Canadese ambassadeur Sabine Nulke. En die heeft gezegd van ja, ik wil ook graag in Canada meer aandacht daarvoor. Nou, zij heeft in 2019 een programma opgezet dat zowel in Canada als aan deze kant het grootst moet aanpakken. En dan zijn er natuurlijk ook nog een hoop mensen die hopen dat die film The Battle of the Scheldt er eindelijk eens van komt. Dankjewel, Pim van den Bergen. Marissa Sinker stuurde ons deze foto en schreef daarbij: het ziet eruit als herfst, het ruikt naar herfst en de temperatuur is herfst. Later op de dag zagen we dan een blauwe lucht, licht gesluierd en weinig wind op het strand van Dishoek.
Heerlijk weer om te galopperen op je paard. Morgen begint het mistig, later op de dag breekt de zon door, maar er kan ook een beetje regen vallen. Het wordt 14 of 15 graden. Ja, en bij ons geen gebrek aan aandacht voor de Slag om de Schelde. Straks na de reclame blikken ooggetuigen van toen terug op een van de grootste operaties van de Tweede Wereldoorlog. Voor nu wens ik u nog een heel mooie avond. Dag!